verdient absoluut helemaal. Goed. Zwitserland nu. I'm actually a very happy person. I can get angry, and when I'm angry, I'm quite angry, but it goes away quickly. Orange, red sky, this I like, and different moods. Yeah. I'm a romantic person, but not always. Everything that I do, I want to do it perfectly. No, I'm not a dreamer. Sarah Jane danst het laatste klassieke ballet van vanavond. Als ze trouwens niet op vakantie was geweest bij haar grootouders in Australië, had ze nooit haar eerste peuterballetles gekregen. Ze danst nu een variatie van Kitri uit het ballet van Don Quixote. Sarah Jane, de Zwitserse, laatste klassieke stuk. 16 jaar en verbluffend met haar 16 jaar dat ze een enorme vrijheid heeft en toch al speelt met de techniek die niet makkelijk is. Dus ik ben ligt op een voet ook, hè? Ja. Rare oranje schoenen had ze aan. Our business and musicality came out quite well. It's not exceptional, but you know, she had a certain way. Yeah, she was nice. She was communicating something. Nice legs, not exceptional, but that's, you know. Ja, mooie benen, maar de schoentjes was je niet zo tevreden. Ze had hele rare kleur schoenen aan. Een beetje raar, heeft ze niet aan gedacht. Misschien heeft het ook wel te maken met het. Maar ik vond het heel goed te werken, heel goed. Maar ze kwam niet boven onze Oekraïner uit, mag ik aannemen? Nee. Nee, absoluut niet. Maar van de meisjes, maar ja. Nou, ik denk dat het Letwiese meisje, Estlandse meisje hoger. Dat die hoger staat. Dat is Maria uit Estland. Die had 800 punten. Eens kijken of je gelijk hebt. Jawel, nee, dat kan, moet. Schreeuwde ik. Het lijkt me moordend om daar te wachten. Ja, de jury vecht kennelijk met elkaar. Ja, ze moeten ook vooral niet vergeten op enter te drukken. Ja, daar gaan ze. Ja. Nou, 90 zitten erbij. Ze zit 7-3. Net onder. Ze zit net onder Maria. Ja. 793. En Maria had 800 punten. Nou, dan is het wat de klassieke dans betreft.